Goedemiddag. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Legend of Zelda de Windweker in HD. In de vorige aflevering hebben we het een en ander nog qua sidequests gedaan. Hebben we Medley opgehaald en hier erachter gekomen tot ze sage is. En moeten we dus deze dungeon in. De enige manier om deze dungeon in te gaan is door muziek te spelen. Best wel handig dat je even kan spieken achter op die steen van je. Leuk! Maar goed, zoals in de vorige aflevering is uitgelegd eigenlijk door de King, maar dat ik dat door heb geskipt omdat ik het zelf al uitleg, etcetera. Je speelt de opkomende dungeon, ja eigenlijk spoiler, haha, in de andere tempel werkt het bijna praktisch hetzelfde. Ik douw je erin, Medley, als je er nou niet heel snel in springt. Goed zo. Er is dus eigenlijk een beetje uitgelegd hoe dat dit... dat jij dus zeg maar Medley moet sturen en zij stuurt jou. Nou, de eerste is dus heel erg simpel. Dit is tutorial nummer 1. Wat je moet doen is, je moet hier van de cliff afspringen met Medley bij je. En die doet dan vliegeren en zo kom je dus zeg maar, hier terecht. Nou komen we gelijk in de tweede kamer waar we puzzels op mogen lossen. Wat leuk. Maar eerst, monstertjes verslaan is een must. Weten jullie nog dat we Skull Necklaces nodig hadden voor een of andere stomme sidequest die helemaal nergens op slaat? We hebben hier moblins! En die moblins kunnen we slaan! Vinden ze leuk! Sterf. Komt goed uit eigenlijk dat ik nou maar hier eventjes een paar bommen probeer op te verzamelen. Want sinds dat bommenfiasco hebben we niet echt... Nee, ik wil geen camera van een moblin... Ik wil geen foto van een moblin maken. Ik serieus, ik kan heel goed praten vandaag. Oké, nou, Moblin, alsjeblieft, sterf heel eventjes. Mooi. We hebben al 2 Skull Necklaces. Dus is de enigste keer, zeg maar, dat ik nog items ga stelen. Want voor de rest hoeven we niet eigenlijk meer items te stelen. Dat is het voordeel. Dus, dit zijn echt de laatste Skull Necklaces die ik ga jatten van die beesten. En volgens mij zat er in er nog één, of niet? Ik hoef er maar 3 te hebben. Dat is het voordeel. Nee, ik zie er hier... Oh, daarboven zit er nog één op de trap. Die gaat op Medley af. Voor de mensen die het willen weten, nee, Medley heeft niet haar eigen health bar. Je moet het delen samen met, Zag je dat? Hij probeerde het te gooien. Hij probeerde dat ding te gooien, terwijl dat hij hem al heeft laten vallen. Ah, heerlijk. Hij zat even in die gooianimatie. Het zou eigenlijk leuker zijn geweest als hij ook echt naar dat ding zat te kijken van... Oh, wacht, ik heb hem niet meer vast of zo. Ah, dat was grappig. Dat was gewoon grappig. Sorry, ik vond het heel erg grappig. Nou, eventjes de camera nou weghalen, want de camera die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Want er is iets waar we hier nou voor elkaar moeten krijgen. En ik weet niet precies meer hoe dat ik dat deed. Eerst moet je de comment melody spelen. De eerste keer is het heel erg langdradig. Maar nou krijgen we tenminste dat deuntje niet meer te zien. Dus dat is wel vast een voordeel. Nou, als ik me niet vergis, wil je met Link samen, of in dit geval met Stefan samen. Want ja, de ene keer noem ik hem weer Link, de andere keer noem ik hem weer... Ik had eigenlijk er gewoon ook op kunnen pakken. Waarom doe ik zo moeilijk? Hou je mond! Ik weet hoe dat je moet vliegen. Ik weet wat ik moet doen. En jij moet nou heel erg snel je mond houden, want we moeten allebei naar dit plateau toe, geloof ik. Of halen we dat samen niet? Tuurlijk wel. Nou, ik sta hier. Ja... En jij vliegt naar die andere kant. Waarschijnlijk werken je oren niet goed. Waarschijnlijk moet ik jou besturen, want jouw oren die werken niet. Er zit waarschijnlijk haar in je oor. In plaats van soep in je haar. Weet ik veel. Maar ja, dit is dus zeg maar de bedoeling. En dan is die poort al open. En dan val jij in het vuur en ben ik controle over je. Waarom verlies je jezelf in het vuur vallen? Welk dom... Vogelbek die doet nou zoiets. Serieus. Neem een voorbeeld aan Perry. Die heeft een domme wetenschapper voor zijn doko elke keer. Goed. We hebben hier slimies te verslaan. Wat leuk. En we hebben hier een nieuwe gimmick. We hebben licht. Licht in de duisternis. Mag ik al even. Dit zijn shadow slimes die je hier ziet. Ik noem ze gewoon shadow slimes. Shadow slimes zijn niet te verslaan met een zwaard. Ze zijn waarschijnlijk hetzelfde materiaal gemaakt als... Shadow Mario.
Voor de mensen die het willen weten waarom dat ik nou Shadow Mario er in één keer eventjes bij betrek. Heel erg simpel. Er is weer fanart gestuurd. En deze fanart ziet er eigenlijk best wel grappig uit. Alleen ja, Shadow Mario is waarschijnlijk van hetzelfde materiaal gemaakt. Want ja, dit heeft geen enkel effect. Wat je wilt doen, Shadow kan niet tegen licht. Dus kom in het licht. En ze verbrijzelen. Als ze verbrijzelen, of ja, ze verstenen eigenlijk. Als ze verstenen, willen wij de hamer gebruiken om ze dus eventjes keihard te mappen. Zo versla je die beesten. Handig om te weten, handig om te doen. Nou mag ik eventjes mijn vuurpijlen erbij hebben. Dat zou ook heel erg praktisch zijn natuurlijk. Ben je alweer wakker? Mooi, spring eens eventjes hier naartoe. Ondertussen kijk ik vanuit hier even proberen die vuurpijlen daar. Oh. Oké, vuurpijl. Schiet! Ik kan zo goed mikken. Oké, nou. Jij bent versteend. Zo. En die bars zijn open. Heel erg fijn en heel erg leuk om dat te weten. Nou, de gimmick met dat licht is niet alleen maar die Shadow Mario's. Die Shadow Monsters te verslaan. Je hebt ook zeg maar dat je daar het een en ander mee kan doen. Als je een reflecterend voorwerp hebt. In dit geval hebben wij geen reflecterend voorwerp. Maar Medley daarentegen kan dingen gewoon reflecteren. Nou, dan kun je op A drukken, dan kan ze ermee richten. En dan hebben we daar zeg maar een soort van duister shadow kistje dat we niet open kunnen maken. Maar als je dus zeg maar je dingen erop richt, dan werkt dat wel. Voor de rest hebben we ook nog een stenen achter ons. Deze stenen die hebben een symbool op hun kop staan. En op het moment dat je daar zonneschijn op gooit, dan verbrijzelen. Waarschijnlijk zijn ze van hetzelfde duistere magie gemaakt als dat die shadow monsters zijn gemaakt. Ik zou het niet weten. Als Medley kun je ook dingen oppakken die gaan... Oh, als Medley kun je geen dingen oppakken, want Medley is lui. Serieus, Medley. Waarom kun jij niet magie oppakken? Het is heel makkelijk. Tada! Meer hoef je niet te doen. Serieus, je gaat een hekel krijgen aan Medley in deze aflevering. Serieus! Ik wil dit kistje hebben. We hebben wc-papier! Nou ja, wc-papier is het eigenlijk niet meer. Het is eigenlijk meer de keukenrol-dinges. Ik moet zeggen, je hebt maar een stukje kaart en eigenlijk de rest is... Waarom laat ik het zo lang in beeld zien? Maakt niet uit. Ik vind het leuk om daarover te praten. Heb je er problemen mee? Jammer. Ik dacht dat je het wel grappig zou vinden. Oké. Dan komen we hierbij weer een nieuwe gimmick in deze dungeon. Dit is spookmist. Spookmist, heel erg handig bij. This is Halloween. Spookmist, op het moment dat we daar inlopen... Worden we gejinxed. Kun je je zwaard niet gebruiken, kun je geen items gebruiken, kun je helemaal niks. Spookmist wordt opgeheven door zonlicht. Wat, hebben jullie nooit opgelet bij natuurkunde? Ik ook niet. Maar wat je dus wil doen is, je ziet daarachter zie je een schakelaar. En je wil dus je zonlicht reflecteren op die schakelaar. En als je dat zo vasthoudt en je gaat dan weer terug naar je eigen karakter. Dan blijft Medley die positie aanhouden en kunnen we dus zonder enig probleem... Hier naartoe. En die switch gebruiken. Dankjewel, Medley. Oké, nou. Op naar de volgende kamer. Deze hele dungeon, die zou zeg maar zo met die lichtpuzzels zitten. Ik weet het, klinkt een beetje vervelend. Hallo. Alles kids, hoe gaat het ermee? Oh, sorry. Het was niet mijn bedoeling om jou te slaan. Ik probeerde hem eerst te... Maakt niet uit. Hier, kijk eens een pijl in je gezicht. Ik bedoel, ik heb toch pijlen zat, dus net zo goed maar ze maar te gebruiken. Oké, nou, hebben we hier dus weer zo'n shadow case, dus dan moet ik ergens licht in de duisternis zitten. Ah, sneaky, sneaky, sneaky. Dus, als ik me niet vergis, zit daar dan iets van... Maar wacht eventjes, dit snap ik dan niet helemaal. Er is ons verteld... Ik weet het, ik ga weer logica's proberen te zoeken in een Zelda game, dat moet je niet doen. Maar er is ons verteld dus dat we zitten in... er zijn dus zeg maar twee plekken in Hyrule, dus onder de zee. Waar dat, ja, de sages zeg maar zaten om die zekere plekken te beschermen, yada yada yada. Maar daar konden we niet inkomen, omdat namelijk alleen via de toekomst, of via de dinges daar alles dus zeg maar echt dichtgegooid is. Ja, je hebt daar een ziel omheen in zitten. Dan vraag ik mij er toch één dingetje af, want één ding klopt dan niet. Als dit onder de zee is, omdat we net namelijk een diepe kuil in zijn gesprongen en dus nou eigenlijk in het gebied van Hyrule zitten. Hoe kunnen wij dan in godsnaam zonlicht ontvangen als wij onder in de zee zitten?
Ik bedoel, de zon schijnt niet onder in de zee. Of wel dan? Of denk ik weer... Hey! Denk erop. Baas erop. Baas erop. Medley, ren de volgende keer weg. Dank je. Jongen, 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 jongen. Hé, hey, kijk, een schaduwwand. Laat ik blijven staan. Op het moment dat zij gevangen wordt, dan komt zij in de centrale kamer terecht. En het enige nadeel is met de centrale kamer. Hier hebben we Medley voor nodig. Oh, wacht, dat is voor later. Dat is voor later, dat is voor later. Mijn fout. Oké, okay, nee, maar dit zijn dus zeg maar de Wallmasters. Op het moment dat een Wallmaster Medley vangt... Waarom heb je licht in de ogen? Dat is creepy. Maar op het moment dat een Wallmaster Medley dus gevangen houdt... Dan komt Medley daar terecht. En dan kun je er eigenlijk dus zeg maar bevrijden... Door hier te gaan staan met de Comet Melody. En dan kan ze er zo uitvliegen. Want zo slim zijn ze hier in deze dungeon. Hé, hey, kijk mij niet zo raar aan. Ik heb de regels niet verzonnen. Goed, nou. Zoals in dit spel hebben we dus ook weer... Slimies. Maar we hebben hier ook Shadow Slimes. Nou, aangezien dat we hier ook weer geen zonlicht hebben, moeten we hier eerst zonlicht creëren. Nou, zien we daar in de verte, zien we dus een gordijntje. Gordijntjes, vuur, gaan die samen. Vuurpijltje erop. En we hebben zonlicht. Daar dacht ik ook. Nou, eventjes deze beest heel eventjes verslaan. Als we nou eens gewoon eventjes deze kant op springen. Spring! Goed zo, dat is 1. Boom. Dat is 2. En de rest boeit me eigenlijk erg weinig, want we moeten hier nou samen gaan staan. Nou, nou ken ik weer de Comet Melody gaan gebruiken, maar echt serieus, ik word helemaal moe van die Comet Melody. Dus we zeggen tegen Medley, we zetten jou daar gewoon heel erg blij. Wow, rustig aan Medley, rustig aan. Dit is goed. Dit is goed. Tadaa! Nee, dit werkt niet. Ik had natuurlijk zo'n verstenende... Ah, oké. Okay. We hebben reinforcements. Komt goed uit. Medley, blijf daar eens heel even staan. Doe maar eens even een lol. Wees een schat. Blijf daar eens heel even staan. Alsof dat je toch iets anders doet. Je staat alleen maar daar te staren. Van... Oké, nou moeten we jou daarop plaatsen. Dan kunnen we hier naar boven toe. Die beesten komen ook weer na een tijdje tot leven. Dus daar moet je wel rekening mee houden. En dan kunnen we deze hier naartoe duwen. Dan gaat dat hekje open. Niet dat we dat blok nodig hebben. Want op het moment dat we dit nou doen... Veel te snel. Dan zie je dus inderdaad dat hekje dat gaat weer dicht. Maar dat maakt ons niet uit, want op het moment dat Medley hier staat, kunnen we er gewoon oppakken. Ik moet zeggen, ze werkt eigenlijk precies hetzelfde een beetje als Princess Rudo. Overal naartoe moeten tillen, omdat het te lui is om zelf te lopen. Letterlijk en figuurlijk, ze is te lui om zelf te lopen. Net zoals die Princess Rudo van Ocarina of Time. Oké. Okay. Kan je niet bewegen? Nee! Damn. Altijd last gehad van die vervelende handjes die je zomaar weer terugbrengen naar het midden van het spel. Geen vrees! Gebruik nu ice arrows en sla ze helemaal kapot met de hamer. Een beetje brutaal, maar dat maakt niet uit. Oké, dus we hebben hier weer een lichtpuzzel. Echt serieus, aan die lichtpuzzels, daar word je vrolijk van. Maar niet heus. Nou, voor dit... Nee, dit is niet mijn minst favoriete dungeon. Ik zeg heel erg eerlijk, ik vind het op zich wel een leuke dungeon. En de puzzels zijn op zich wel decent vooruit dan. Volgens mij moest je hier ergens... Ik moet hier ergens licht vandaan toveren, maar... Zit hier dan ook weer zo'n... Oh ja, ik zit met mijn gedachten heel ergens anders. Ik had met mijn gedachten echt zo van... Moest ik nou niet hier eventjes een... Ik zat met Ocarina of Time gedacht dat je dan zeg maar onzichtbare muren had en alles, maar dat is niet het geval. Goed, dus we hebben licht en ik heb Medley helemaal de verkeerde kant op gestuurd. Maar ja, het maakt niet uit, want nou moeten we dus met Medley alle lichtgevende dingen die dus zeg maar met licht geëffecteerd worden. Dan moeten we nou dus zeg maar breken, zoals het standbeeld van hier, die muren hier waar het zonnetje op staat, of een soort van zonnetje, ik noem het een zonnetje, klaar. Dat zijn allemaal van jullie die kleine dingen die we dus zeg maar nou vrij moeten breken. Oké, dat zijn de eerste. Dan hebben we er hier nog 2.
Daar is onze warp. Hartstikke leuk. Oké, okay, nou, en als ik me niet vergis, hebben we nou alles gedaan hier, wat we moeten doen. Voordat je Medley zeg maar weer zinloos gaat laten staan en staren naar een muur, zo dus, wil je er dus wel zorgen dat ze op het bovenste plateau ondertussen staat, want anders heb je namelijk een probleem dat je haar ook nog eens een keer naar het bovenste plateau moet sturen en daar hebben we geen zin in. Oké, okay, als we hier dit blokje hierop plaatsen, dan komt er een kistje tevoorschijn. Het is een belangrijk kistje, geloof ik. En als we deze dan eventjes pakken, die zorgt ervoor dat wij daar bovenop terecht kunnen komen. Dus ja, een beetje tijdverdrijfpuzzeltjes als je het mij vraagt. Of we nemen gewoon eventjes trucjes van Mario en gaan gewoon leren walljumpen. Dat zal natuurlijk ook een heel erg voordeel kunnen zijn. Maar goed. Crab, don't let go, don't let go. En open de kist nu maar. Wat zit erin? You got the comp ass! Dankjewel. Dat is lang geleden. Hey, mijn eyestone gaat. Stefan, do not worry about straying away from Medley in the depths of the temple. Just relax and open your dungeon map. It will show you Medley's location as well. So you can easily confirm her whereabouts. Ja, heel erg dankjewel. Serieus. Mijn eyestone die doet het weer goed. En het leuke van een eyestone is, hij kan niet buigen. Kijk, veetjes. Oké, okay, sorry, ik moest die grap even maken. Sinds de komst van de iPhone 6, voor de mensen die het niet weten, is er een hele hype over van dat die dus zeg maar constant breekt en noem maar op. Ik geloof dat ik er al 3 heb. Maakt niet uit. Ik steel er nog eentje extra. En daarna ram ik je helemaal kapot. Ondertussen hebben we hier nieuwe vijanden. De spook van de opera. Spook van de opera. Kan niet tegen licht. Ja, ik heb nou geen seconde enkele sessies meer nodig. Dus jullie mogen mij dood. Nee, maar ze kunnen... Hey, kijk, een skull necklace. Maar ze kunnen dus niet tegen licht, want dat zijn de spoken. Spoken, die gooien eventjes... of die gooien helemaal niks. Ik dacht het hier... Ah, ik heb even Medley nodig. Medley, ik heb je nul. Ik heb je nou nodig. In plaats van dat ik Medley vertel van gokken, hier eventjes daar naartoe vliegen en even je spiegel. Nee, moeten wij dat weer voor de doen, want zelf is het te lui. Kijk uit, want de spoken kunnen haar inderdaad raken. Op het moment dat ze haar raken, krijgt ze geen schade. Maar moet je de comment melody weer opnieuw inspreken en... Of inspreken... Hé, hey, ik zie daarachter iets. Waarom glinstert die daar? Hallo? Ah, er zit daar een secret to everybody. Oké. Die zag ik niet door het licht. Ah ja, dan zullen we hem gelijk even openmaken. Daar doen we niet moeilijk over. Hallo? Er zit daar een kistje achter. Aha, handig om te weten. Goed, nou, dan schuiven we dit ding gewoon eventjes zo strak naar beneden toe. Hé, hey, ik hoor een spook. Ja hoor, een spook is geraakt door het licht en dan zie je dat ze zichtbaar zijn. En dan kun je ze dus raken met je zwaard. Zeker handig om dat te weten. Nou, eventjes deze ook even gelijk meepakken. Ja, kom jij ook maar even gelijk in het licht. Oh, je zit in het licht, wat leuk! Dan kan ik het tenminste slaan. En dan gaat de deur open. Nou, nog heel erg leuk. Er zit hier ook nog een secret, maar die secret kunnen we nog niet pakken. Aangezien dat Medley te dom is om nog zelf te weten hoe dat... Nee, daar hebben we 2 shiny dinges voor nodig. En in plaats van dat ik mijn zwaard gebruik... Ik bedoel, zie hoe shiny dat mijn zwaard is. Ik bedoel, je ziet hem zelfs soms reflecteren. Nee, mijn zwaard reflecteert geen zonlicht. Logica is met een broodje gezond verstand. Een joy pendant. Whoop-de-doo. Alsof dat we in dit stadium van het spel... nog steeds joy pendants nodig hebben. Medley, serieus... Je mag het hebben. Hier. Nee, niet vliegen. Niet vliegen. Kijk naar dat gezicht. Maar niet vliegeren. Oh, we moeten gewoon hier naar boven toe. Nou, die deur die zit dicht. Dus daar kunnen we nog niet naartoe. Dus dan gaan we maar naar deze deur toe. Ik vind het best. Dungeons. Nog leuker. Oké, nou. Oh, dit is die soort van minibaas die zo lekker irritant is. Oh, hier hebben we geen zin in. Ik denk dat ik hier moet wel 75 bommen al ondertussen. Oké, okay, nou. Als ik me niet vergis. Gelijk de eerste is de goeie. Maar ik wil geen partypoeper zijn. Ik wil ook even weten wat er in die andere zit. De redads van dit spel. Oh, fijn. Nee, 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 nee.
De redeads van dit spel die hebben dus een vervelende gil, net zoals in Ocarina of Time, doordat je dus zeg maar bevroren wordt. Spring op je rug, begin je gezicht te bijten en dan moet je zoveel mogelijk button bashen, want anders drainen ze je hele leven op. No fun! Oké, dan wachten we even. Je kunt het... Oh, ik dacht dat ik de concurrent van de James Ik haat die beesten. Ik bedoel, ze zijn nog steeds eng en lelijk. Vooral eng. Oké, nou. Gelukkig ontploffen ze hier sneller, want in de normale versie dat duurt het gewoon bijna een minuut voordat ze exploderen en tot je dus zeg maar hun loot kan krijgen. In de oorspronkelijke versie, echt serieus, oh jongen. In deze versie is het dus gelijk, boom, en ik drukte te laat. Je kunt dat dus echt cancelen met een jump attack, maar het wil mij op dit moment gewoon niet lukken. Boom. Oh, je moet hun toch verslaan. Ik dacht eventjes cheap te wezen en gewoon alleen maar de sleutel te pakken, maar nee, je moet ze allemaal verslaan. Flame. Wat is deze kamer dan eigenlijk zinloos? Dit is alleen maar, hé, je moet een paar monsters verslaan voor de sleutel. Zinloze kamer is zinloos. No want. Laten we dan een beetje spannendheid erin gooien. Oké, niet weer zo'n... Oké, we laten medley achter. Ook goed. Njew. Volgens mij is dit die kamer waar... Hey! Je bent een feeble. Voor de mensen die Majora's Mask hebben gespeeld, die snappen die grap. Oké, deze beesten zijn heel erg makkelijk te verslaan. Wat je wil doen? Gooi je er een bom tegenaan? Gooi gelijk de boemerang. En gebruik je hamer. Gebruik je hamer. Einde monster. Wauw, dat was moeilijk. Om het een beetje moeilijker te maken, dacht Nintendo ook al van... die zijn wel heel erg makkelijk te verslaan. We maken het een klein beetje uitdagender door. En we geven er gelijk 2. Wel zo vriendelijk. Dus hetzelfde verhaal. Pak een bom. Gooi hem naar zo'n beest. Boemerangetje, hamertje, klaar. Volgende ook, idem dito, zelfde verhaal. Bommetje, dat verdient een bommetje, een boemerang en een hamer. En dat was het. Wauw, uitdaging op zijn max. Dan moet ik wel zeggen dat die trappen heel erg leuk zijn gemaakt. Zo bom, 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 bom. Oké, dan krijgen we hier weer pijlen. Allerlei dingen die we niet nodig hebben, maar toch oppakken. Geef eens rood. Oh ja, rood was health. En health krijg ik niet in dit spel. Hero mode. Dat maakt het uit. Geef dan maar gewoon die items en die rubies en die pijlen en dan maar op. Oké, trapje die is omlaag. En dan komen we hier bij een gespiked kistje. Wat zal erin zitten? We hebben de Mirror Shield! Zo shiny! Such wow! Geweldig! Nou, om gelijk een tutorial te geven hoe dat je dit ding is gebruikt, is Nintendo weer zo vriendelijk geweest om natuurlijk gelijk een tutorial te geven. Je equipt hem gelijk, ik bedoel het schild van oma, wat we, ik weet niet hoe lang als generaties aan onze muur hebben hangen. Dat, laten we dan denk ik maar achter in die kist hangen, zien dat het in één keer magisch verdwenen is. Maar ja, je wilt dus zeg maar, je kunt nou door je shield te gebruiken, kun je dus zeg maar licht stralen, reflecteren. Het zorgt er niet voor dat je meer kan verdedigen of alles. Het is eigenlijk best wel een flame power-up, laat ik het zo zeggen. Het is een item dungeon waar je niet echt veel aan hebt. En die spike dinges die kun je eigenlijk meenemen, dat was ik even vergeten te vertellen. Maar goed, als we dat gedaan hebben, komen we dus zeg maar terug hier. Die moblins die zijn alweer teruggekomen ondertussen, waar ik niet blij mee ben. Waar is Medley eigenlijk heen? Medley! Medley, ik heb je zonnestraaldinges nodig. Medley! Medley, waar ben je? Oh, daar ben je, Medley. Medley, luister eens eventjes. Als jij nou eens heel eventjes een vriendschappelijke vogelback die wil gaan doen. En heel eventjes jouw shininess naar beneden kan schieten, zodat... Hey! Je steekt niet zomaar meisjes in de fik. Dat doe je niet. Jij stoute moblin. Foei! Ga toch niet zomaar in één keer vrouwelijke vogelbek, dier, snavelbek, geval, de dingetjes in de fik steken. Dat doe je niet! Nee! Stout! Oké, nou, Spook, kun je heel eventjes naar weg gaan, want ik heb Medley eigenlijk nodig. Want, zoals ik al zei, er zit hier een secret. Die secret die willen we openen. Alleen staat er een beetje in de weg. Oké. Nou, laat haar maar rust. Oké. Dan moeten we
deze, die moeten we dus zeg maar daar naartoe schijnen. Een beetje naar beneden. Zodat Link hem weer ook kan reflecteren. Dat is een beetje zeg maar hier nou de bedoeling. Oh. Ondertussen kan ik jou gelijk eventjes slachten. Want ook al ben je een spook, ik kan je nog steeds aan afslachten. En dan explodeer je en... Ja, logica's. Maar goed, als we dus hier gaan staan... Dan kunnen we dus zeg maar haarstraal ook weer terug reflecteren. En zo kunnen we dus zeg maar die muur daar open maken. En achter die muur, zoals ik al zei... Dank je. Achter die muur, daar zit de secret to everybody. Dus, Medley, blijf jij daar maar heel eventjes staan. Ik kan eventjes trouwens op de kaart kijken. Volgens mij is dit gewoon een... Oh, een puzzel met dit is, een puzzel met dat is. Oké, prima. Medley, komt u maar. Kleine puzzelkamers zijn puzzelachtig. Nou, springen we naar beneden. En dan gaan we eens eventjes kijken wat we hier in deze puzzels kunnen vinden. Goed, deze die kan Medley zelf nog wel doen. Rubies die zijn ook heel erg shiny, maar blijkbaar kunnen ze ook geen lichtstralen. Ja. Ik snap niet eigenlijk waarom dat ze dit de Earth Temple hebben... Hallo? Ik snap niet waarom dat ze dit eigenlijk de Earth Temple hebben genoemd. Ik bedoel, ze hadden dit beter de Light Temple kunnen noemen, aangezien dat het vol met licht zit. En we krijgen hier ik weet niet hoeveel rubies. Leuke secret, beetje pointless, maar... Je hebt je hersenen een beetje nodig, zeg maar, om het dan een beetje zo vrij te spelen. En op zich is het leuk gedaan. Vooruit, het is leuk gedaan. Dan kunnen we hier overheen springen. En dan hebben we nog één secret die we... Hebben we nog één secret die we kunnen doen. En dat is hier in deze kamer. Kijk wel uit, want op het moment dat hier die wallmasters zitten... Zo heten die kringen. Floormasters, want zijn niet echt, zitten niet echt in de wall. Op het moment dat ze daar zitten, wil je dus zeg maar wel uitkijken. Want op het moment dat je Medley draagt, pakken ze gewoon Medley van je af. Dus daar wil je wel vooruit kijken. Oké, bevries hem. Hamer erop. Oké, jij raakt mij. Ik raak jou. Hartstikke vrolijk. Nou, als jij er blij mee bent, mij maakt het niet uit. Oké, nou heel eventjes die andere floormaster eventjes pakken. Ik snap meer omdat het de floormaster heet. Waarschijnlijk is het de master van de floor. Everybody do it. Oké, dat komt van Markiplier af. Dat weten we ondertussen nog wel. Ah, op zich, ik volg nog steeds al die andere YouTubers nog steeds. Ik vind het hartstikke leuk. En kun jij heel eventjes naar boven komen? Nee, je blijft daar gewoon zo zitten. Negeer mij niet! Hallo? Nou, weet je wat? Prima, ik negeer jou. Wij stoppen gewoon Medley daar op die switch. Jij laat Medley gewoon met rust. Spreken we nu af. En dan ga jij daar gewoon rondcirkelen in die vloer. En dat maakt ons helemaal niet uit. En dan ga ik door die deur heen. En dan kijk ik wel of daar een dingetje zit. Ja, jij blijft daar gewoon? Mooi. Nou, aangezien dat we dus nu de dungeon item hebben... kunnen we dus hier nou deze muren openbreken... Zo. Voor een joy pendant. Jap. Jij dacht waarschijnlijk dat daar een treasure chart in zou zitten. Nope. Die extra moeite die je doet, is voor een joy pendant. Maar ik denk ik laat het eventjes zien voor de lols. Oké, Medley, jij met je glimmende starende ogen. Wij gaan maar eens eventjes de nieuwe weg vrijmaken voor ons. Nou, jij gaat hier staan... En dan moet ik er even voor zorgen dat je goed staat, want zelf kun je niks. Ik weet niet waarom, maar Medley die heeft gewoon echt... Ik snap niet waarom dat ze niet gewoon... Ja, oké, je kunt natuurlijk niet instructies geven aan een ander of zo. We hebben gezien hoe dat het werkt als ze NPC-controls hebben. Weten jullie nog met Tetra? Dus op zich, ik snap het wel, maar... Ja, je had er wel een beetje persoonlijkheid kunnen geven van... kunnen we die machine verzorgen van... Ja, sorry, Medley die is... Hoe heet dat? Die vindt alles best en noem maar op. Want ze geeft af en toe wel eens ideeën, maar ze blijft gewoon zo weg staan. Je kunt er wel laten meelopen door dit te doen. Zo, come on! Dan loopt ze gewoon mee. Maar voor de rest, ja, je moet echt eigenlijk twee personen een beetje
controleren in zo'n toontje. Maar dan goed, buiten dat. Ik denk dat we wel door deze aflevering heen zitten. Aangezien dat we nou ongeveer wel halverwege op deze tempel zitten. We hebben de dungeon item, we hebben verschillende kamers al gehad. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Morgen is er was afgesproken. Halloween. Minecraft gewoon, maar dan met een Halloween-ish tintje. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk niet te zien. En niet te vergeten jongens, ren naar de winkel, want Super Smash Bros. Brawl... Super Smash Bros. Brawl. Juist. Super Smash Bros. Voor de 3DS, die is nou uit. Dus ren naar de winkel, zeur je ouders erom. Nou, nee, sorry, papa's en mama's van de kijkers en natuurlijk anderen die kijken. Super Smash Bros. Ik wou weer Brawl zeggen. Op de 3DS is uit en wordt een hele grote hype op. Ik heb hem in ieder geval vandaag waarschijnlijk al in mijn positie. Niet op het moment dat ik dit aan het opnemen ben, maar wel op het moment dat ik dit ga uploaden. Dus hij ligt in de winkel, dus dan weten jullie dat ook echt. Ik heb genoeg geleden. Ik hoop jullie allemaal weer te zien morgen bij de Minecraft special. Tot ziens allemaal. Doei!